Ja, vrienden, ik weet het. Ik weet het. Er zijn behoorlijk wat volgers onder jullie. Ja, die een bloedhekel hebben aan die schimmelpanning. Ja, zeg maar schimmel. En ja, het is heel vervelend. Rijke luiszoontje natuurlijk. En die hebben al een beetje gestudeerd zo, weet je wel. Graaf, weet je wel, zeg maar. Een beetje zo'n adellijk semi-intellectueeltje. Ja, daar hebben we mee te maken. Maar goed, het is natuurlijk een beetje een mediaclown. Vrienden, zo moet je ernaar kijken. Je moet je niet boos maken of opwinden daarover. Je moet gewoon erom lachen. Lach hem uit. Gewoon dit, gewoon zo. Ja, lach aan. Weet je wel. Ja, hij is geflopt bij op 1. Hij is er weggejaagd bij Vandaag Inside. En nou mag je alleen nog een beetje een stukje spielen zo. In de Volkskrant. En dat is het dan. En hij heeft er een hobby van gemaakt. Om ons en jullie en mezelf. Om ons een beetje te gaan lopen jennen en treiteren en beledigen. En nou ja, weet je wel, want wat heeft hij niet gezegd? Hij heeft al gezegd bijvoorbeeld. Supporters, fans van Verstappen, die zijn het laagste van het laagste bijvoorbeeld. Die gooit hij er even zo makkelijk uit, weet je wel. Ja, ach ja. En dan zegt hij bijvoorbeeld, mensen die op de BBB hebben gestemd. Ja, dat is heel erg dom rechts volk. Ja, oh hup. En worden ook zo vrolijk even weggezet door de schimmel. Maar goed, dat... Het is allemaal ook om te lachen natuurlijk. Ja, dus hij maakt zichzelf natuurlijk onsterfelijk belachelijk door zo'n hotel. Ja, en met zoveel dédain op ons neer te kijken. En hij heeft gewoon het woord arrogantie een hele nieuwe dimensie gegeven. Ja, nou in ieder geval, het laatste wat hij nu gedaan heeft, de schimmel, dat ging natuurlijk over het vliegen. Daar werd hij natuurlijk op aangepakt, hè, want hij woont in Zweden, ons rijke luiszoontje. En hij vliegt dus vele malen heen en weer tussen Nederland en Zweden. Maar intussen is hij natuurlijk ook weer van de afdeling deugen, dus er mag niet te veel gevlogen worden. Ja, want het klimaat, vrienden, ja. Maar goed, daar werd hij natuurlijk op aangepakt. En toen kwam hij met het idee, had hij dan weer verzonnen, dat eigenlijk... was het geen grondrecht om te vliegen voor iedereen. Nee, het was een luxe eigenlijk voor mensen die met meer poen, die om wel te kunnen vliegen. En daar kwam natuurlijk enorm verzet tegen. Mensen protesteren allemaal, we werden allemaal boos. En, ja, wat denk jij nou wel? En wij willen ook vliegen, enzovoort, enzovoort. Nou, en toen kwam hij weer met deze reactie. Dan moet je deze even horen, hè. Hier, de schimmel. Die zegt dan, oh, vliegen mag van jullie niet duurder worden. Want Henk en Ingrid, ook zo eentje, Henk en Ingrid ineens, weet je wel. Dat van vroeger, van Mina Tassen, die... Weet je wel, van Johnny's en Anita's, de gewone man. Ja, oh, dan gaan we ineens die tour doen. Ja, die Henk en Ingrid, die moeten volgens jullie recht hebben om 3 keer per jaar naar Benidorm te vliegen voor een paar tientjes. Maar dan moeten we wel instellen dat Henk en Ingrid wel op de kaart kunnen aanwijzen waar Benidorm ligt. Ja, oh, zo. Oh, zo. Alsof de schimmel zomaar even kan aanwijzen waar Tekusje Kelpa ligt. Dat weet hij ook niet. Ik bedoel, wat is dit allemaal voor een gewijsneus weer? En dat, vrienden. Maar ja, daar moeten wij gewoon om lachen, vrienden. Ja, ja. Daar gaan wij vanaf nu alleen nog maar om lachen. En die ook. Veel deze en veel lachen. En niet meer boos worden, hoor. Niet doen. Niet doen, hoor. Dat is dat rijke luiszoontje niet waard. Nee. Dus, vrienden, namens jullie stuur ik hem zo, huppatee, ja, over de OC heen, woep, richting Zweden. Haha. Hé, schimmel. Ha, veel plezier.